Je moet bij iemand van 58, moet je niet die camera zo close zetten. Nee, maar kom ook door het licht. Het licht staat niet mee. Daar gaan alle alarmbellen af, gezien mijn achtergrond. Ja, Wim. Joey. Laatste uitzending gezien en vooral die met Sinterklaas? Nou, een stukje. Stukje. Met zijn directeurtje. Ja, directeurtje was weer Sinterklaas, ja. Ja. Maar jij hebt ook nog een cadeautje gekregen, toch? Dat weet ik helemaal niet. Dat weet je niet? Nee, ik denk dat ik hem niet helemaal afgekeken heb, Joey. Ja, dit ding, dat is ook wel eens voor meneer Wim. Een stukje tapijt. Die wacht op zoek. Kunt u dat aan hem geven? Ik zal het even pakken. Oh, tapijtje. Ik denk, dan geef ik hem nog even. Dat is goed, Sinterklaas. Alsjeblieft. Ja, maar weet je wat zo jammer is van die Sinterklaas? Nou? Kijk, ik heb een bordeauxrode bank, hè? Ja. Aubergine rood. Dit vloekt enorm. Oh, het past juist niet bij de bank. Dit vloekt enorm. Je moet wel, dat ik dat had gezegd tegen jou van die tapijten. Ja. Kreeg ik in één keer, want ik was wel in meer winkels geweest. En dan vroegen ze toch, stuurden ze me nog berichtjes alsof ik alsnog toch nog wel bij hun een tapijt op de, okay, op de proef wilde hebben. Ja, ja. Of een beetje, wat ik een beetje reclame voor ze kon maken. Maar het is er niet van gekomen. Nee. Dus ik gooi hem gewoon weer neer nu, hè? Zo, ja, maar hè? Deze moet dus eigenlijk ook weer terug, of niet? Deze is, ja, ik weet niet waar de Sinterklaas hem gehaald heeft. Nou ja, maar die is al terug naar Spanje. Dat oh, die is al weer terug naar Spanje, ja, ja. Dan krijgen we de kerst, misschien kan de kerstman hem meenemen. Ja, maar goed, ik nee, denk, maar er ligt nog er ligt nog steeds niks. Nog steeds niks? Nee, okay. Maar wij... Hoeveel stukjes tapijt heb je ondertussen weer... Nou, ik denk wel dat wij... Nou, wel twee keer wat de mensen zijn geweest om tapijten eventjes neer te leggen. Oké. Okay. Maar ik heb begrepen dat het een heel proces is, hè? Ja? Het is een heel proces om alles op elkaar af te stemmen en zo. Heb je ondertussen een interieurspecialist erbij gehaald? Nou, mijn vrouw is interieurspecialist. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Maar ja. Goed. Nou, een stukje tapijt heb je hebben. We ja. Aan dus. Nee, dankjewel Sinterklaas. Ja. Oké. Okay. Gisteren genoten? Feyenoord, AZ? Oh, ik heb me zo zitten ergeren, jongen, aan die weet je, want je gaat, weet je, kijk, ik heb dinsdag Champions League gedaan, ik heb woensdag Champions League gedaan. Dan komt die Europa League en die Europa League vind ik eigenlijk alleen maar leuk, omdat er natuurlijk Nederlandse ploegen in zitten. En we waren natuurlijk enorm kansrijk om, nou ja, enorm, maar ze konden het halen, AZ en met name... Het zag er op voorhand op zich goed uit. Ja, nou, hoewel ik bij Feyenoord sowieso wel mijn bedenkingen had, hoor, van tevoren. Omdat die spelen niet echt lekker. Die spelen niet echt lekker. Maar dan zat ik gisteren te kijken en een beetje het veld was slecht bij Feyenoord. En dan kom je ook nog 1-0 achter. Maar er zit gewoon helemaal niks in. Ja, maar slechter dan dit, dat kan toch eigenlijk gewoon niet? Nee, en kijk, ik begrijp best wel als je wat beperkingen hebt in het makkelijke voetballen, zoals Feyenoord, dat je dan... op zo'n veld ook in de problemen komt. Ja. Alleen, dan denk ik van, oké, hou het simpel en speel die ballen lang. En dat deden ze dus bijna niet. Maar ik denk dat ze dat niet deden. Kijk, als jij een spits hebt staan daar, die al is hij niet in vorm, al is hij aan het ploeteren, weet je, dat maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval de duels aangaat, of kopduels wint, of in ieder geval een bal aangespeeld krijgt. Maar ik denk bij Feyenoord gewoon dat ze gewoon denken, we spelen hem helemaal niet lang. Want hij wint nooit een duel. Nee. Hij wint nooit een duel. En dat is natuurlijk wel een probleem als je spits bent. Kijk, als je spits bent en je scoort de tijd niet, dan kan je eigenlijk maar één ding doen. Dat is je nuttig maken op een andere manier. Jurgensen heb ik het over. Ja. Maar hij gaat geen duel aan. Of hij wil hem niet hebben. En als je hem krijgt, gaat hij er heel slap in de hele tijd. Dus het was wel, ik vond het wel een beetje ergerlijk om naar te kijken. Ja, onvoorstelbaar. Maar is dat dan ook, want de vorige keer hadden we daar nog over. Hè? De druk om te scoren voor een spits. Nou, jij weet daar alles van. Jawel. Is dat bij Jurgensen, waar heeft hij het meest last van? Is dat het? Nou, is dat gewoon... hij heeft natuurlijk altijd last. Ik denk dat hij zo extreem, veel te kritisch op zichzelf is ten eerste. Want ik bedoel, daar scoor je een periode niet. En hij heeft natuurlijk van blessure in blessure gaat hij. Maar weet je, dan wordt het ook zo'n slappe hap wordt het. Ja. In plaats van, kijk, ik zie die Linsen, die raakt ook geen bal overigens hoor. Maar die is dan wel de hele tijd bezig om zich toch nog voor dat elftal een beetje nuttig te maken. En dat zie ik bij hem dus helemaal niet. Ja, en dan ben je eigenlijk al vrij kansloos. Nou, Berghuis is uit vorm. Ik vond die Geertruiden echt om te huilen, ja, zo Malatia slecht. Malatia dan. Malatia, weet je. En nou ja...
Dus het was kansloos. Ze hebben geen moment eigenlijk aanspraak mogen maken op iets meer dan die nederlaag. Hè? Nee. Kijk, ik ben in de 88ste minuut naar bed gegaan. Want ik had echt niet meer de hoop dat er nog een goal zou vallen voor Feyenoord. Nee, maar jij moest natuurlijk uitgerust zijn voor Koffie Met. Nou ja, kijk, ik heb de laatste keer met die Koffie Met met jou... kreeg ik wat kritiek van de mensen die dachten van... weet je, gaat het wel goed met hem of zo? Want het zag er wat vermoeid uit of zo. Maar dat kwam puur omdat jij... Kijk, je moet bij iemand van 58... moet je niet die camera zo close zetten. Nee, maar kwam ook door het licht. Licht zat niet mee. Daar gaan alle alarmbellen af, gezien mijn achtergrond. Van, is hij weer aan de drank? Is hij weer aan het gebruiken? Weet ik veel wat? Nee, dat doe ik niet. Maar je moet me niet zo close nemen. Nee, ik heb hem nu dus ik hoop nu dat het er wat beter uitziet in ieder geval. Nee, dat is... zo kan je er prima mee door. Ja. En je hebt een verse bak koffie op, toch? Ja, ik heb een kopje koffie gedronken. Dat is overigens wel de 6e vanochtend al. Maar dan was je vroeg wakker, of niet? Nou, goed. Kijk, als mijn dochter niet... wij hebben wisseldiensten bij ons thuis, hè? Dus, ja, dat herken ik nu ondertussen, ja. Het gaat altijd een heel goed overleg, moet ik zeggen. Ja? En dan de ene dag doet Suzanne, onze dochter Verlien, die gaat dan om 19:30 eruit of zo. Dan moet je broodje maken lekker en een beetje wat eten geven en even uitzwaaien als ze naar school gaat. Ja. En vanochtend had Suzanne dat gedaan, dus ik was om, nou dan ben ik nog vroeg wakker, 8:30. Dat is vroeg voor jou? Nou, dan weet je, anders is het 8:15. Oh ja, zo, oké. Dus nu is het 9:30. Ja. Maar dan ben ik ook wel uitgerust. Ja. Nee, je ziet er uitgerust uit. Ja, zo voel ik me ook. Ik hoop dat de kijkers dat ook vinden zo. Ik denk dat het goed komt. Maar we hadden het dus over Feyenoord. Nou ja, goed. Het was en dan nog AZ. Jezus, Mina, man. Jezus. Ja, is het, want jij zegt altijd van, nou ja, de spelers, die bepalen eigenlijk het succes van de club. Maar die Slot, die stopt er nu dus mee. Die wordt eruit gegooid. Nou ja, kijk. Ik kan me er allemaal wel in verplaatsen. Hoe zo'n clubleiding, weet je. Maar ik vind het is allemaal geregeerd vanuit angst. Omdat ze, wat denken ze nou? Dat hij alle geheimen van AZ, welke geheimen dan van AZ? Gaat doorbrieven bij Feyenoord, welke geheimen? Ja, een paar jeugdspelers. Ik weet niet wat op gaat. En dan zie ik die Max Huiberts, weet je, zo stoer roepen van Arnezen belde mij. En dat heb ik niet opgenomen, want ik heb geen zin in dat gelul. En ze roepen die Slot even op kantoor, die Robert Eenhoorn. Ja. En die Max Huiberts. Weet je, het klinkt allemaal zo stoer. En het gesprek duurde 3 minuten, want we hebben hem de deur gewezen. Nou zeg. Ja, koude jongens. Maar het is toch van alle tijden dat trainers hun contract niet verlengen. Nou, dan bestaat er inderdaad de kans dat hij naar Feyenoord, PSV of Ajax gaat. Dan, weet je, en als je hem dan op zo'n manier ontslaat. Nou, ik vind dat echt gewoon, ik vind dat niet netjes. Echt flauwekul gewoon, echt. Maar dan... Verwacht je dus in zo'n wedstrijd waar het erom gaat, is dat de goede spelers opstaan. Stanks. Weet je, Stanks, dat iedereen weet het. Iedereen weet en iedereen ziet dat Stanks een geweldig voetbal heeft. Maar dat leek verdorie wel alsof hij een oefenpotje speelde tegen SGDO of zo, weet je. Ja, dat kan toch niet? Nee. Weet je, dan moet je veel dominanter zijn, dan moet je veel meer, weet je, uitstralen. Rust aan de bal als je die techniek hebt. Dus ik vond het niet om aan te zien. Ik vond die Wijndal nog wel redelijk. Koopmijners misschien nog aan. Koopmijners. Dat is wel een kerel, weet je. Die staat er dan wel. Maar het was natuurlijk wel ontluisterend tegen een tegenstander die er echt helemaal niks van kan. Ja, maar denk je dat het komt echt door het vertrek van Slot dat deze resultaten er nu worden geboekt? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik heel moeilijk aan te geven. Want als je ziet, ze spelen een vrij matig seizoen, hè, tot nu toe. Ja, zeker. Nou, dan gaan we even terug naar Feyenoord. Dat zat je het stukje met de advocaat nog gezien, voorafgaand. Dat hij zei van... de verslaggever vroeg van, ja, moeten jullie als Feyenoord zijn, als topclub zijnde, niet gewoon winnen vanavond? Waarop Dick zei, hoezo topclub? Een topclub kan spelers kopen, net zoals Ajax. Oké, Dick kiest het nu eens een beetje... Dat is niet handig, toch? Of wel? Want ja, nee, dat is niet handig, maar... Maar kijk, hij is een toptrainer. Zijn hele carrière is hij gewend om met goede spelers te gaan spelen, natuurlijk. Dan komt er natuurlijk het verhaal met Feyenoord bij, dat hij weggaat en dat hij Slot komt. En Dickie had het natuurlijk ook al niet zo naar zijn zin, hè? Gewoon als je het hele de afgelopen 4-5 maanden bekijkt. Ik kan me toch niet voorstellen dat Dick nu zegt in de winterstop, ik stap op. Nee? Nou, maar waarom dan? Nou ja, als hij zo meteen zondag VVV is, er daar geen resultaat Goed, je begint aan iets.
En dan moet je dus ook afmaken. En dan, weet je, ik zeg niet dat hij dat doet, hè. Maar aan de andere kant, inderdaad nog geen wedstrijd verloren in de Eredivisie. Nee, maar het zal me wel verbazen als hij nu zegt, nou, ik zie het niet meer zitten, ik ga weg. Maar ja, wie hebben ze zondag? VVV. VVV Feyenoord, volgens mij. Moet kunnen, hè. Ja, VVV moet kunnen. En ze staan er nog redelijk voor, Feyenoord. Ajax wint 13-0 daar, dus je zou toch zeggen van, nou... Ver gaat nu terugkomen, die Sinistera, die was er al. Dus, ja, maar de meeste spelers die beginnen wel gewoon weer terug te zijn. Het is niet zo dat Dick nu nog kan zeggen van ja, allemaal reservespelers die ik moet opstellen, toch? Nee. Ja, Bijlo dan nog. Nee, maar hij moet het gewoon afmaken, Dick. Hij moet het gewoon afmaken. Maar er komen nu, kijk, die posities op die ranglijst, die verbloemen natuurlijk een hoop. De positie van Feyenoord op de ranglijst verbloemt een hoop. En nu gaan natuurlijk in januari al die grote wedstrijden komen. Mm-hmm. Nou, daar zullen ze niet heel gerust op zijn. Hoe is het trouwens met jou? Want jij bent ooit assistent-trainer geweest. Ja, man. Bij PSV, toch? Of niet? Ja, ik was eerst assistent... die Fred Rutte die vroeg ooit aan mij... Wil je de spitsen trainen bij PSV? Maar ook bij de jeugd. Maar ik had al snel door dat ik het leuker vond met de jeugd. Want die hadden echt een goede jeugd, hadden ze bij PSV. Dan liep die Depay liep in de jeugd. Dan gingen we... Labiat. En Locadia. En die Gennaro Seefuik. Ook nog. Ja. Ja, maar die hadden allemaal wel wat. Maar dat waren wel echte aanvallers. En die konden ook wel wat. Dus dat vond ik eigenlijk veel leuker. Maar dat hele eerst zo'n technische staf zitten, dat is gewoon echt niks voor mij. Waarom niet, hè? Ja, dan krijg je dat groepsgebeuren idee. Van dat je. Dan zit je zo met elkaar en dan gaan ze de trainingen doornemen en dan. Dan moet jij vandaag daar een beetje op letten, weet je. En dan moet je hem een beetje aanpakken of je moet hem een beetje niet aanpakken. Dat vond ik nooit zo leuk. Ik vond het veel leuker om in mijn eentje op dat veld te staan. En dan, dat deed ik met Henk Vreese, want die was van de tweede. Die trainde het tweede elftal, Henk Vreese. Of de A1, ik weet niet meer wat hij deed. En dan zei hij, ga jij maar lekker een beetje afwerken en zo. En dat vond ik wel leuk, een beetje met die jongetjes... gewoon een beetje. Maar dat mag je wel, dus je kon wel Dat vond ik op zich dan wel leuker dan bij dat eerste elftal te zitten. Ja. En, maar dat deed hij wel goed hoor, die Fred Rutte. Die had een beetje met die Ten Hagsa. Die konden wel wat met z'n tweeën. En ik vond die Fred Rutte ook, die vond ik echt indrukwekkend met die trainingen. En maar ook met besprekingen. Vond ik hem echt heel goed, dus heel duidelijk, weet je. Gaf hij een aai over de bol of hij pakte iemand aan, weet je. Maar het was echt... Alleen ja, als hij dan voor de camera kwam, dan vond ik hem lang niet zo krachtig als hij in die kleedkamer was. Maar dat deden ze wel goed. En die Ten Hag, die zat de hele dag achter die computer. Ja? Die zat de hele dag achter die computer. Was toen al een laptop trainer. Nou, ik vind hem... Ik kan hem er niet van betichten dat ik het slechte trainer vind, Erik ten Hag. Nee, maar je vindt hem toch ook, dat zijn een uitzending volgens mij wel, dat hij zeg maar in verbaal... In het begin had ik het idee van, nou ja... Hij vindt het allemaal wel moeilijk. Ja. Zo'n grote club runnen en... Weet je, en was hij vaak te emotioneel of... te verontwaardigd. Maar ik vond hem met name het laatste anderhalf jaar... Vind ik hem echt wel heel, ook krachtig ogen, reëel... En overtuigend. Ik heb ook wel het idee dat hij tactisch het allemaal wel goed doet. Maar ook tegen Atalanta? Of had hij ja, dus je hebt niet zoveel, hè? Nee. Hij kon niet zoveel kanten op. Kijk, op het moment dat je moet kiezen voor Labiat als aanvallende middenveld, omdat je weer met Tadić moet schuiven, dan is weer Neres er niet. Promes is dramatisch uit vorm. Nou, dan met Brobbey. Brobbey? Brobbey, ja. Hoe? Brobbey. Brobbey. Dat begreep ik wel, want hij wilde zo spelen en hij wilde hun ook een beetje wel vastzetten, weet je. En hij was beducht voor die omschakeling. Maar als je met die Brobbey speelt, kijk, en dat is het allermoeilijkste, weet je, als je wordt gezien als aanspeelpunt, dan moet je aanspeelbaar zijn op de rand van de 16. Ja. In plaats van dat je het half het middenveld in komt lopen en dat je hem dan... aangespeeld krijgt met een tegenstander in je rug. Kijk, het is veel makkelijker om aanspeelpunt te zijn als je op de 16 staat met je tegenstander in je rug. Daar heb je contact mee. Mm-hmm. En dan stap je in de bal. In plaats van dat je al 20 meter aan het rennen bent en je krijgt dan de bal. Als je in de bal komt. Is dat een beetje duidelijk dit? Ja, nee, ik kan je volgen. Dan is dat hartstikke moeilijk. Ja.
Maar ik begreep op zich wel wat hij wilde. Alleen, nou, die jongen die deed niet eens onaardig. Alleen, het was niet helemaal het idee wat hij ervan had, denk ik, ten Hag. Ik denk dat deze jongen beter is dan Traoré. Robby? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké, maar dat heb je nu al wel kunnen zien in de... Nou ja, dat... Goed, als iemand dat kan zien, dan ben jij het natuurlijk. Ik ben kenner, hè, Joey. Ja, nee, Joey, ik ben kenner, jongen. En, nee, maar daar zie ik wel wat in. Maar voorlopig is dat voor het Nederlandse niveau, Europees, is het allemaal te weinig. Nou, scouten, is dat niks voor jou dan? Scouten? Mocht nou zo meteen... Nee, maar ik vind dit veel te leuk. Okay. Ik vind dit veel te leuk. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik dan weer... Kijk, het is ook gezellig. Ja, als je Nee, maar ik heb toch een wereldberoep, man. Kom op, of beroep. Omdat ik een beetje zelf tegen aardig tegen een bal kon schieten, mag ik dus gewoon... Mag ik, dat klinkt ook weer zo, maar... Ga je gewoon lekker... Zoals van de week gaan we dus... Ga ik eerst met Johan en Helen. Ga daar een beetje op die bank zitten, gaan we een beetje... pindaatjes eten en krijgen we lekker avondeten, kregen we ook nog. En krijg je lekker een kopje thee en nou ja, noem maar op. Ja. En dan zitten we daar een beetje die wedstrijd te kijken en een beetje gezellig te doen. En verder in aanloop naar zo'n uitzending trouwens. Wat zeg je? In aanloop naar zo'n uitzending. Zit jij dan echt nog, bereid je je nog een soort van nee, voor? Nee. Kijk, ik moet je wel zeggen, als ik met René werk en ik haal het al in mijn hoofd om naar een opstelling te kijken of zo. Of ik zit met dat velletje papier van de opstelling in mijn handen, dan gaat hij heel hard lachen. En als ik met die jongens van die beelden maken, dan eventjes, die jongens die bellen mij altijd op. Rensen en die Sander. Mm-hmm. En dan bellen ze hem op van, nou ja, weet je nog leuke beeldjes voor de voorbeschouwing of zo. En die ga ik dan eventjes kijken voordat de uitzending begint. Ja. Ja, die jongens hebben daar heel hard natuurlijk, aan zitten werken. Nou ja, dat vinden ze eigenlijk ook al waanzin bij... Ga je beeldjes zitten kijken, zeggen ze dan. Ja, je moet wel even zien wat er gaat gebeuren of zo. Maar die twee gaan helemaal onvoorbereid zitten. Maar ja, je hoeft je ook niet voor te bereiden. Want je ziet al dat voetbal, weet je. Je ziet al die wedstrijden. Dus je weet echt wel wat er speelt en wie is. Maar het is gewoon gezellig. Je moet dat ook... Het is gezellig, weet je. Mooie baan heb je dan, toch? Mij hoor je niet klagen. Nee. Klagen. Overigens, tussendoor mochten de kijkers allemaal gerommelen horen. Ze zijn aan het verhuizen van de Valk de hele tijd. Het hotel van de Valk in Haarlem is aan een hele totale renovatie bezig, hè, hier. Ja. Hè? Maar goed, ik denk misschien... Die al drie jaar duurt, overigens. Misschien dat ze het geen eens horen. Ja. Trouwens, Wim, ik wist niet dat jij over acteertalent bezit. Ja, jij doelt op die clip. Ja, een soort kerstclip. Ja, kijk... Dat is van mijn schoonzusje. Mijn schoonzusje, dat is Maaike Martens. En die is actrice, die speelt in De Luizenmoeder. Ja. Die hebben in een musical van de HEMA gespeeld. En die kan heel goed zingen ook. En die heeft een kerstsingle uitgebracht. Dus ze zei van, nou Wim, ik durf het bijna niet te vragen. Maar zou jij hierin een heel miniem rolletje willen vervullen? Nou, miniem was het, hè? Hij was heel miniem. Ik probeerde het bij elkaar op te tellen, maar ik kwam niet meer dan twee, drie seconden. Nee. Dus dat heb ik ook gezegd. Zeg, ja, Maaike, natuurlijk ga ik jou, als ik jou daar een plezier mee doe, doe ik dat. Maar we gaan natuurlijk geen gekke dingen doen. Nee. We gaan niet acteren en we gaan niet dansen en noem maar op. Lekker komen eten die wil. Doe eens mal, pak een bal. En ga de bal versieren cadeau. Mistletoe. En de rest is, maak niet uit wat je doet. En, kerstbal gooien doe je wel vaker, wou je zeggen. Of nou ja, zij vond het wel een leuk idee als ik dat met die bal deed. Ja. Nou ja, en ik doe alles voor mijn familie, zoals jij weet, Joey. Dat zie je. En je had nog een kindje vast, toch? Ja, dat is mijn neefje. Dat is je neefje, oké. Dat is mijn neefje. Maar goed, die clip gaat ondertussen die is een jaar. Dus nee, goed, dat staat nu op social media, dat ding en zo. Ja. Dus vandaar. Ja, nou leuk. Nou, ik zal het tapijtje weer terugbrengen. Geef dat weer mee aan de directeur. Als ik je in het volgende jaar spreek, dan ligt er wel een tapijtje op de vloer, toch? Nou, volgend jaar ga ik jou sowieso spreken, maar kan je niet beloven dat... We gaan nu de muur schilderen trouwens. Oké, welke kleur? Dat weet ik niet. Het is een soort oranje. Maar dan niet oranje, maar iets donkerder. Oké. Nee, dit wordt een levenslang proces, dit huis. Nou, dan moeten we alles gewoon binnenkort toch nog een keertje bij jou thuis opnemen. Dan kunnen de kijkers toch zien. Paolo Rossi,
daarom zeg ik dat dus. Hè. Paolo, dat is een beetje. Kijk, je kan wel alleen met het huis bezig zijn. Ja. En voordat je het weet, ben je er niet meer. Maar Paolo Rossi was wel mijn idool vroeger. Ik ging naar Italië toe. Mm-hmm. En toen had ik net contract getekend. En toen zat ik in het vliegtuig. En ik kende natuurlijk de naam Paolo Rossi. Ja. En Paolo Rossi was natuurlijk de topscorer op de WK in 82. Dus ik zit in dat vliegtuig naar Pisa toe. Voor het eerst om daar gepresenteerd te worden. Mm-hmm. En toen, ik had wel een heel klein beetje begrepen dat doelpunt te maken moeilijk was in Italië. Maar ik dacht, nou ja, ik ben jong en het kan mij gebeuren. En toen keek ik in de Gazzetta dello Sport, toen ik in het vliegtuig zat. En toen zag ik de topscorerslijst van Italië. En daarin had Paolo Rossi 7 goals gemaakt. En toen bekroop wel mij een heel klein beetje het gevoel. Als Paolo Rossi er nou maar 7 maakt, ja. Dan kan dat voor mij wel. En die speelt bij Juventus, kan het voor mij wel eens heel erg moeilijk worden. Maar goed, in ieder geval. Maar ik heb een paar dingen met Paolo Rossi. Met Paolo Rossi heb ik ooit gevraagd toen ik met Torino tegen Verona speelde. Ik had nog nooit aan iemand een shirt gevraagd om te ruilen. Maar wat ik vond dat, weet je. Dus ik zeg tegen die Paolo Rossi in de afloop van die wedstrijd, Torino, Verona speelde hij toen. En die wonnen we met 1-0 volgens mij. Doelpuntje van Wim Kieft? Nou, een strafschop. Oh, okay. En toen had ik dus alle moed verzameld om aan die Paolo Rossi dat shirt. Dus ik zeg, zullen we shirt ruilen of zo? En dat deed hij niet. Oh. Dat deed hij niet. En daarna heb ik helemaal nooit meer aan iemand een shirt gevraagd. Maar waarom deed hij dat niet? Ja, dat had hij al aan een ander beloofd of zo, weet ik niet. Okay. Maar het volgende verhaal wat ik met Paolo Rossi heb, is, ik werd 40 en toen ging ik eten in een restaurant in Amsterdam. En samen met mijn vriend Kees Jansma. Maar ik zat al in dat restaurant en het duurde maar en het duurde maar voordat die Kees. Maar die Kees die komt op een gegeven moment helemaal bezweet en geïrriteerd binnen. Met een heel groot cadeau voor mij, dwars door dat restaurant heen. Ja. En dat cadeau was dus schilderij, had hij laten maken voor mij, heel lief. Met het doelpunt van Paolo Rossi in de finale tegen West-Duitsland in 1982. Zo'n kopbal. En dat was heel mooi geschilderd. Dus wij gingen eten en het was hartstikke gezellig. En hij had een persoonlijke boodschap opgeschreven ook nog. Op de achterkant. En wij gaan eten en nou ja, veel drank. En hartstikke gezellig. En ik stap om 1 uur 's nachts in de taxi. Om naar huis te gaan. Ik leg dat schilderij erin. En ik word de volgende dag wakker. En toen denk ik, godverdomme. Nou, het schilderij. Dat schilderij dat lag nog in die taxi. Ja. En die taxichauffeur hebben we nooit meer kunnen opsporen. Dus ik had een prachtig cadeau van Kees gehad. Met mijn favoriete doelpunt van 1982. Schilderij weg. Nooit meer teruggevonden. Die had je mooi aan die kale muren op kunnen hangen nu. Die had ik mooi boven die bank kunnen hangen. Ja, godzomme. Ja. Nou, we hebben het er nog wel eens over. Ja. Met Kees. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar het was echt zo lief dat hij dat had voor mij laten maken. Ja. Ze schaamde me dood. Maar ja, goed, maar het is niet anders. Bellen naar die taxicentrale. Die taxichauffeur is dat schilderij denk ik gaan verkopen. Ik denk dat het nog een heel duur schilderij was ook. Ja. Maar het was meer de emotionele waarde natuurlijk. Ja. Dus ik zag van de week die Paolo Rossi, dat hij overleden was. 64 man. Ja. 64. Een hele bescheiden jongen was dat. Hè? Ja. Hij heeft het ook eigenlijk nooit meer zo goed gedaan als. Nou, dat is niet waar. Hij heeft met Juventus heel veel nog gewonnen na die WK in 82. Ja, maar goed, blijkt maar weer dat druk maken om een tapijtje of een verfkleurtje. Nee, maar het is wel jammer toch. En eerst Maradona, Paolo Rossi, nou ja, en natuurlijk nog veel meer mensen. Maar even op de voetballerij gericht. Ja, nee. Enorm jammer. Jammer, echt. Nou, wel mooie anekdotes. Ja. Weet niet, misschien was hij wat langdradig, dat kan ook. Ja, kan hem nog wel een keer korter vertellen. Anders knip ik er gewoon wat stukjes uit. Ja. Maar nee, was interessant. Bedankt weer, Wim. Ja, Joey. Okay. Goed, man. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.